Al jaren elke zomer naar Mallorca. Dat beviel ons prima, maar het verveelt toch op den duur, ja. Toen zagen wij die racefolder van Arke. Last minute naar Kenia door de safariparken. Ouwe hoer, zingen ze. Ouwe hoer. Ouwe hoer, wat leuk. Nou, na zulke avontuur hadden wij wel horen. Al moesten wij veel pillen en injecties van tevoren. Dus de heenreis was een ramp, oh jeetje. Oh jeetje. Met zware diarree in het vliegtuig op zo'n klein wc'tje. Vreselijk. Hoor je dat, Kees? We krijgen soep. Lekker. Wat gastvrij, hè? Ja. Soep aan. Laat de luis en vermen stellen. Kakkelak en slangenkak. En blies van Kees en Engie. Gezellige luidjes, hè? Leuk zien ze eruit. Ja, die schoenen, ja. Echt inboorlings, hè? Wij hoopten nog een leeuw te zien in nachtelijke uren. Want zulke dia's doen het prima op het feestje bij de buren. Maar hoe wij ook duurden en keken, al wat we zagen waren muggen, bloedzuigers en teken. Heb ik er weer twee als je erover praat. Men had ons nog gewaarschuwd voor die grote enge slangen. Kees zat nog bij een python in de wurggreep gevallen. We zagen nog een aap bananen eten. Maar toen de foto was ontwikkeld, bleek dat de tour-operator. Dat was Peter, de tour-operator in de bosjes met die bananen. Soepan, laat de luis en vermen steady. Kakkelak en slangenkak. Het vlees van Kees en Ellie. Van Kees en Ellie? Ja, wat maakt het uit? Zomaar wat, nou, wat maakt het uit? Jij bent Kees en ik ben Ellie? Is dit een soeppan, Kees? Nee toch. Wij ontdekten het die negerstam en dachten dit is kaasje. Kees nam gelijk een foto van dat lieve oude baasje. Het blijkt nu achteraf het opperhoofd, want hij riep naadje. Betekent dus dat hij ons in de soep wil of een slaatje. Wat? Ja, naadje betekent soep of slaatje. In het Keniaans, ja, meen je dat? Jij luistert nooit. Gisteren in de bus heeft Peter het nog verteld. Als we onderweg bij die snackbar een slaatje wilden, dan moesten we zeggen naadje tegen het Keniaans. Ja, oeh, ik word soep, Kees. Soep met spierten. Bedankt. Oeh, pan met soep. Pan met soep. Soep met ballen, Kees. Het wordt nu zo langzaamaan wel heet onder mijn voeten. Ik wit maar snel de rozenkrans en 12 vis gevoeten. Kees werd net van zijn lid beroofd, wat zonde. Grillen ze als hotdog en de rest is voor de hond. Ja, zeg zonde, ja. Het is maar te hopen dat die soep zo dadelijk zal smaken. Dan moet te bedenken dat een kreeft ditzelfde door moet maken. Volgend jaar boeken wij een survival. Ja, survival, Kees. Volgend jaar. Want last minute Kenia. Ja? Ik heb nou echt mijn twijfel. Het is last minute. Ja, inderdaad. Kom op. Oh, wat een ellende. Vreselijk. Is de superplan. Is de superplan. Is de superplan.